Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe Super Mario 3D World video. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe we Meowser's ass hebben gekickt. Niet zo stoer doen, Rick. Wat? Ik heb toch Meowser's ass gekickt? Dan mag ik dat toch gewoon zeggen? Nee. Wel, doe ik wel. En alle goede feetjes, die zijn ontsnapt en die zijn hier. En die gaan met z'n allen nu even lekker wat moois maken zo te zien. Want ze hebben allemaal een gereedschapje in hun hand. En het is nog niet afgelopen, jongens. Het is nog lang niet afgelopen, want we hebben hier een Space Shuttle. Holy moly. Doe even een duimpje omhoog als je blij bent dat de serie nog niet is afgelopen. En vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. En dan gaan wij even de Galaxy in, jongens. De Galaxy in. Jullie zien al een bepaald kleurtje, hè? Als je naar het puntje aan de achterkant van deze Space Shuttle kijkt, dan zie je al een bepaald kleurtje die je ergens aan zou kunnen doen denken. Maar er is een nieuwe wereld bijgekomen! En laten wij even wat leveltjes gaan spelen met Mario. Let's go! We zijn nog steeds bezig met 100%. En dit is de legende van de regenboogrollen. In de 100% run pakken we alle sterren, alle vlaggen en alle stempels die we kunnen vinden. Let's go! Oké, wacht. Kan ik er... Mag ik er geen power-upje? Ik wil een power-upje. Oh! Jongens, het is al laat. Normaal gesproken neem ik video's overdag op, maar het is nu echt al avond. Ah, dat begint goed, jongen. Dat begint goed. Oké, let's go. Hoppakee, salto dingen, alles. Ja, oké, mag ik hier een power-up? Ja, nice, kat. Kijk, dat is heel chill. Dan kan ik gewoon een beetje zo omhoog klimmen. Er lijkt hier niks boven te zijn. Oké. Hier gaan we hier naartoe. Waar is dan wel een sterretje te vinden of een stempeltje? Hallo, muisjes, dingen, beesten. Hier omhoog? Laten we hier omhoog proberen te klimmen. Ja. Kijk. Hier is iets. En als we dan hier naar binnen gaan... Oh, nee. Oké, dit is zo moeilijk. Kijk, dit moet je de hele tijd zo doen. Ja, dit zijn twee knopjes die we moeten indrukken. Oké, laten we even kijken hoe dit gaat. Moeten we hem sowieso eventjes daar naartoe schieten, denk ik. Dan moet deze zo. En dan op het juiste moment... Ja, lekker. Oké, die staat op de goede plek. Dan komt die andere vanaf links. Deze moet denk ik niet zo heel moeilijk zijn. Oké, deze gaan we indrukken, zo. Ja, dan staat het al goed nu. Dan moet die daar naartoe vallen. Dan moeten we nu snel wisselen. Ja, and that's it. Ja, nice. Super. Top. Lekker, man. In één keer goed. Hoppakee. Oké, laten we weer naar beneden gaan. Go, katje! Go, katje! Ja, ah! Ik heb paniek. Klimmen. Ja, springen, lekker. En, oké. Is hier nog iets te halen? Hierboven ergens? Nee, zo te zien niet. Hey, daar in de verte staat Plessy. What up, Plessy? Yo. Ik denk dat het moeilijk gaat worden op een of andere manier. Het ziet er in mijn hoofd lastig uit. Sowieso moeten we even kijken waar alles is. Ik zie al dat er daar rechts in ieder geval een stempeltje is. Die kunnen we gewoon even zo chill pakken. Ik weet niet of hier ook nog ergens een ster is. Zo te zien niet. Nou, oké. Dit valt mee. Plessy, het was niet heel moeilijk. Hier heb ik denk ik een vuurbloem nodig of zo. Want ik denk dat ik deze dingen aan moet steken. Hoe krijg ik een vuurbloem? Moet ik jullie even allemaal kapot maken? Krijg ik dan misschien een vuurbloem? Mag ik een vuurbloem? Geef me een vuurbloem. Nee, ik krijg alleen maar muntjes. Ja, hallo. Oké. Nou ja, weet je wat? Ik ga maar gewoon door. Dan moeten we het maar zonder vuurbloem proberen. Ik denk wel dat ik dus nu iets mis. Nice. Ja, lekker. Deze pakken. Ja, oké. Ja, zie je? Ja, ik heb nu dus één ding gemist. Maar dat is echt die vuurbloem. Kom op, katjes. Nice. Oké, pak hier iets. Pak dit ding. Ja, oké. Nice. Oké. Go. Jump. Lekker. Ik weet niet wat dit precies is. Oh, extra muntjes. Maar ik vind het wel weird. Want waarom kreeg ik geen vuurbloem ergens? Geef me dan een vuurbloem. Dan kon ik dit in één keer fixen. Had ik hier ergens een vuurbloem kunnen fixen dan? Nou, ik heb in ieder geval nu even een vuurbloempje meegenomen. Nou, volgens mij ook niet. Oké. De game gaat het moeilijker maken. Ze willen gewoon dat je je eigen vuurbloem meeneemt. Kijk, hoppakee. En dan hier ook eentje op. En dan... Ja, dan hebben we hier een wolkie. Dan moeten we waarschijnlijk... Oh nee, ik dacht we moeten gaan rennen. Maar we hoeven niet te gaan rennen. We moeten gewoon alle vakjes vullen. Gelukkig is hier niet zo glad, dus we kunnen gewoon chillen. Wat gaat dit worden? Oh, ik weet het al. Dit is echt super apart. Ik vind het echt raar dat ze hiervoor gekozen hebben. Maar ik vind het wel leuk, want je ziet het al. Je ziet heel veel groen hier zo. En groen
betekent meestal Link. Kijk, 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 kijk. Even hier naartoe springen. We zijn er bijna. Bijna, bijna, bijna. Nog eentje in het hoekje daar. Hier nog zijn ogen. Hier deze nog. Go, 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 go. Eén. Ah, ik mis ze. Ik mis ze. Ik durf niet op de randjes te lopen. Ik durf het wel. Ik durf het wel. En hier is er nog één. En dan zie je het. Linky. Super random waarom ze opeens Link in een Mario game doen. Ik vind dat heel apart, maar oké. Wel grappig. Alright, en door naar het volgende level. En kijk, kijk, zie je dat sterretje daar? Dat is niet zomaar een sterretje. Dat is Luma! Rosalina's sterrenstelsel. Ja, 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 ja. Oh, maar oké, dit ziet er in ieder geval al niet heel makkelijk uit. Kunnen deze dood? Deze kunnen dood. Oké, chill. En nu? Die blokken die draaien dus de hele tijd. Het gaat gelukkig niet heel snel. Ben ik blij mee dat ze niet heel snel gaan, die blokken. Ik heb alleen geen power-ups. Dat vind ik dan weer wel jammer. Laten we eens even kijken hoe dit... Doe eens even rustig aan, jongen. Deze gaat zo. Dan gaat deze zo. Ja, cool. Dan kunnen we rustig hier naartoe doorlopen. Ik krijg nu wel te laken met een vijand zo te zien. Dan ga ik even zo jumpen. Ja, oké, lekker. Oh my goody. Oké. Oké, wil je... Ja, dankjewel. Dankjewel. Kan ik hier een power-up pakken? Dit is ook geen power-up! Serieus? Serieus? Hier bovenop is een ster. Hoe? Oké, dit kan ik. Nee! 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 Sinds wanneer? Sinds wanneer, jongens? Sinds wanneer kan ik zo'n blok zomaar kapot maken met een kleine Mario? Nee, die ga ik niet meer halen. Oké, even opnieuw, even opnieuw. Ja, 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 ja. Kijk, nu is die kapot. Dan kan ik nu hier op dit blok en dan... Yes! Woe! De eerste ster, eindelijk. Het heeft me ongeveer 10 levens gekost, maar dat maakt niet uit. Je krijgt ook gewoon helemaal geen power-ups in dit level. En dat maakt het echt nog wel een stuk lastiger ook. Oké, hier moeten we gaan sprinten waarschijnlijk. Go! Rennen! Man. Ah, nee. Oh, wat een faal. Oké, hopelijk is hier op een gegeven moment een checkpoint. Dit kan nog gewoon even chill, denk ik. Ja, rustig aan. Oké, cool. Cool, 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 cool. Ja, oké. En nice. Oké, checkpointje. Maar ik heb sowieso weer wat gemist. Sowieso hebben we weer dingen gemist. Of zou alles voor de rest hierin zitten, in dit deel van het level? Laten we het gaan... we gaan het wel merken. Deze moeten in ieder geval echt kapot, want die zijn heel hinderlijk, jongen. Deze wezens. Ik vind jullie echt vervelend. Ga weg! Oké, spring naar de overkant. Of moet dat via zijn hoofd? Ja, oké. Waarschijnlijk wel. Oké, en dit dan? Hoe moet dit? Je kan er dus zo opspringen. En dan? En dan moet je zo hoog blijven of zo? Hé? Dit is niet te doen met Mario toch, jongens? Hier hebben we toch andere karakters voor nodig? Dit gaat toch helemaal niet? Hier hebben we toch een kat voor nodig? Misschien dat je met Peach nog iets beter zo in de lucht zou kunnen zweven. Maar nee, dit kan niet. Ik heb hier een kat voor nodig. Waarom krijg je niet gewoon power-ups in dit level? Gun maar gewoon een kat. Oké, deze gaan wel heel snel. Links achterin staat de ster. Oh, maar op zich moet dit... Dit is wel te doen. Ja, dit is wel te doen. Gewoon rustig aan. Platformpie voor platformpie. Deze proberen te pakken nu. Nu naar deze toe. En dan naar deze. En dan door. En dan... En dan zou hier een kat in moeten zitten? Nee, natuurlijk niet. En de tijd is ook bijna op. Oké, ik zie hier... Ik ga hier sowieso tegen dat rode platform aanspringen, toch? Oh, wacht. Ik moet daar op het juiste moment langs springen. Kijk, ik moet nu gaan en dan de zijkanten langs springen. Ja? Ik ren maar gewoon door. Want daarachter is de ster. Die... Nee! Kan je ook bovenlangs of zo? En dan... Ja, dit kan ook. Dit kan ook. Alleen... Ja, en dan moet ik hier even wachten. En dan kan ik die nu gewoon gaan pakken, denk ik. Oh, die was lekker. Die was lekker. Die was heerlijk. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Dude. Wat een level. Oké, we zijn er. We zijn er. Bij dit blokje. Hé, Rosalina! Hallo! Alles goed? Super tof. We gaan gewoon Rosalina ontgrendelen, jongens. Yeah! Super cool. Hey, daar is ze hoor. Daar is ze. Rosalina! Je kunt nu met een nieuw personage spelen. Rosalina! Zouden we met Rosalina dan misschien wel die stempel kunnen halen?
Kom, we gaan het gewoon even proberen. Hey, Rosaline! Woehoe! Wow, 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 wow. Jij zweeft wel als een malle. Kijk, Rosalina kan namelijk zo omhoog springen. Dat kan nog wel eens interessant zijn. Misschien gaan we met Rosalina wel die stempel kunnen pakken, jongens. Ik kan nu dus gewoon zo heel chill hier naar boven. En dan zo. En dan kan ik proberen zo te walljumpen en zo nog een jumpje te doen. En dan... dit zou moeten lukken, denk ik. Huh? Alleen de tweede keer dan boosten de zelf niet meer omhoog. Het zou misschien wel moeten kunnen hoor, jongens. Nee, ik haal het toch net niet, denk ik. Nou, weet je wat? Ik heb toch maar gewoon even een kattenbel gehaald. En dan kunnen we als het goed is gewoon hier omhoog klimmen. En ja hoor. Kijk, dit maakt het leven toch een stuk makkelijker. Ik vind het wel gek dat in deze werelden geen power-ups verstopt zitten die je ook daadwerkelijk nodig hebt. Dat vind ik wel een beetje raar. Dan moet je altijd weer terug naar de levels om hem dan alsnog te gaan halen. Maar ja, dan halen we hem ook gewoon maar nog een keer. Want uiteindelijk, om hem echt helemaal 100% te krijgen, moet je alle levels met alle personages halen. Ja. We zijn nu ondertussen zover met het stikkervel, dus daar zijn we ook wel echt heel ver mee. Het rolblok ravijn. Dat klinkt alweer alsof dit echt super moeilijk is. Kunnen we gelijk hier omhoog? En is hier dan iets boeiends? Nee, hier is niks boeiends. Ja. Oké. Wacht even, jongens. We moeten even kijken of hier iets is. Oh, hier is niks. Oké. Dan gaan we gewoon even door. Gaan we gewoon even heel lekker door. Goombaatje gaat kapot. Gaan we hier even kijken. Lekker. Oké. Hierboven, Rosalina. Nee. Is er niks boven? Oké, dan gaan we naar beneden. Is hier nog iets te vinden? Ik zie niks. Nee, lijkt er niet op. Er zal vast wel ergens in zo'n blok ook een ster of een stempel zitten. Verstopt, denk ik. Maar niet bij deze blijkbaar. Oké, cool. Ah, maar waar zitten dan al die dingen verstopt? Ik vertrouw dit level voor geen meter. Oké, let's go. Waarschijnlijk hebben we deze allebei nodig. Oh, wacht even. Ik denk dat ik hier omhoog moet. Oh, wacht. Wacht, Rosalina. Ja, goed zo. Oké, en dan... Ja, zo? Ja. Ga dan! Nee! Oké, poging 2. Ja. Jongens, wat zit hierboven? Hier moet toch wel iets zitten ergens? Misschien hierboven. Ook niet? Serieus niet? Hier om de hoek? Nee? Ik zag wel dat daar wat zat. Als we hier naar beneden kijken, dan zien we hier dit ding. Kijk. Rennen maar. Ja, rennen. En dan... Ja, lekker. Oké, cool. Dat was in ieder geval de eerste ster, dus dat lijkt goed te gaan. Ik weet niet of ik dit wil. Ik wil dit niet. Nee, ik ga dit niet doen. We gaan dit niet doen, jongens. We gaan hier naartoe. En dan gaan we gewoon hier op klimmen. Go. Ja. Ja. Kijk, en dan gaan we gewoon hier naar beneden springen. Nee, ik zie daar toch voor de rest geen collectibles of dingen, dus we gaan gewoon lekker zo. Top. Nice. Oké, daar beneden zit een groene ster. Achterin zit de vlag en voor de rest heb ik geen idee. Ik denk dat ik sowieso straks doodga door de tijd, trouwens. Oké, hier gaan we gewoon lopen. Ja, top. Top. Oh. Woe. Go. Hier moeten we lopen. Ja. Lekker, Rosalina. Ja, pak hem. Nice. Ja, dat is nummer 2. Lekker. Oké, als ik nu een klein beetje tempo maak, moet ik misschien het leveltje nog wel kunnen halen. Oh, hier hebben we een power-up. Een boomerang. Die hebben we probably nodig. Oh. Deze outfit van Rosalina is trouwens wel echt super vet. Wat zit hierin? Helemaal niks. Oké, go. Nee. 77 seconden. Zou het genoeg zijn? Ik moet hier doorheen. Ik heb... Ah, nee! Nee! Dit was bijna mijn eerste first try level in deze aflevering. Ah, ja, en dan ga ik gelijk nog een keer doen. Tuurlijk, joh. Tuurlijk, Rosalina. Oké, net gingen we ook via deze kant. Moet ik hem even doordouwen zo? Oh, kijk, hier is een Rosalina-knop. Nice, hier is inderdaad de stempel. Lekker. En nu alleen de derde ster nog, jongens. Waar is de derde ster? Ik ga even deze muntjes pakken, gewoon omdat het kan. Nee, eigenlijk wilde ik gewoon weten of hier een ster zat. Oké, we zijn nu opeens met z'n tweeën. Ik weet niet of ik dat heel chill vind, maar maakt niet uit. Moeten we hier zijn? Nee, ik had wel hier moeten zijn. Oh no. Tenzij, wacht eens even. Ik heb nog een kat power-up. Als die ons helemaal naar boven brengt. Ja, dan kan ik dit gewoon met een katten power-up doen. Lekker. Ik heb het level weer gecheat, jongens. Zou ik ook gewoon nu zo door kunnen, is de vraag. Ik denk het wel. Ja, kijk. Lekker.
Cat power up for the win. Lekker. Laten we even een gokje gaan wagen. Ik heb zoveel levens verspild in deze aflevering, jongens. Ah, nee. Nou, dit is... Nee, dit is ook weer niet heel episch. Potverdorie, ik krijg maar één leventje terug. Laten we dan ook nog even de gratis stempel gaan ophalen hier. En wat is de gratis stempel dan in dit level? Dat is de Kat Mario, die de muur beklimt. Volgens mij hoeven we echt nog maar ongeveer 15 stempels of zo. Oh, wacht. Misschien kunnen we het Toad level ook nog even doen. Dat is ook altijd wel leuk. Laat trouwens even in de reacties weten met wie jullie willen dat ik het volgende level ga spelen. Vinden jullie het leuk met Rosalina? Moet ik door gaan spelen met Rosalina? Of lekker met een ander karaktertje. Oké. Nou, weet je, dit zag er allemaal heel makkelijk uit. Maar dat is het sowieso niet. Sowieso moeten we even uitkijken voor deze enemies hier. Kan wel daarachter alvast de eerste ster gaan pakken. En dan moet ik hier naar beneden vallen, denk ik, op deze knop. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Dan kan ik hier naar beneden vallen. En dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we deze ster even pakken. Dat is nummertje 2. Dan zitten er nog 3 verstopt. Dan moet ik denk ik hier op. En dan... Auw, dan val ik dus precies daarin. Dat had ik even beter moeten timen. Oh, wacht. Kijk. Ik ben nu hierboven blijven staan. En dan kan ik mezelf hierin laten vallen. En hier ben ik nog niet eerder geweest op deze manier. Of wel? Ja, wel. Wat moet ik nou doen, joh? Oh, wacht even. Ik kan mezelf natuurlijk ook hierin laten vallen. Ja. Dan hebben we deze ook weer te pakken. Nu moeten we er nog 1. Die zit daar linksbovenin. Hoe komen we daar dan nou weer? Misschien moet ik mezelf dan ook maar ergens op laten vallen of lopen of iets. Oh ja, zo. En dan moet ik dus daar op dat grote platformpje ergens lopen. En dan kan ik me zo erachter laten vallen op een of andere manier. Ik ga in ieder geval even hier deze paddenstoel pakken. Ja, dat had ik dus nodig, want ik ben nu alweer bijna dood. De grote vraag is, waar moet ik nu naartoe lopen om dit... te kunnen doen. Niet hier naartoe. Maar waar dan wel naartoe? Wacht even. Is het gewoon zo simpel dat ik hem nu gewoon kan pakken? Zit ik nou gewoon echt heel moeilijk te doen? Ik zit echt heel moeilijk te doen volgens mij. Ik kan hem gewoon pakken. Er zijn echt kronkelties in mijn hoofd vanavond, waardoor ik levens verspil en niet zie hoe ik makkelijke sterren kan pakken. Deze video komt online overdag, maar ik ben deze heel laat aan het opnemen, zodat er iedere dag een video online kan. Ik moet dat niet meer doen. Als je dit nou gewoon wel weer een leuke video vindt en je vindt Rosalina vet, doe dan even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickertune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!